De koning of de koningin komt er op bezoek. Dan staat de burgemeester vooraan. Dag majesteit. Worden er lintjes uitgereikt, dan is dat meestal door de burgemeester. En ook als de tour naar de stad komt, dan zit de burgemeester op de eerste rij. In zijn schaduw staat de chef-kabinet. Vive Utrecht! De chef-kabinet adviseert over alle representatieve activiteiten van de burgemeester. Ik zeg wel eens, als je de burgemeester met een ambtsketen ziet, dan zit daar een heel kabinet achter die dat voorbereidt. De toespraken, de draaiboeken. Vandaag neemt Hans Couperus afscheid als chef-kabinet. Hans Couperus diende onder 5 burgemeesters. Heel bescheiden, heel vasthoudend. Op een top gastheer, een begeleider. Ik ken niemand mensen in mijn rol, en het is ook maar een werk, zo goed kunnen begeleiden, vanzelfsprekend. Nou, je zou kunnen zeggen dat een chef-kabinet, en zeker zoals Hans dat heeft ingevuld, dat is een soort van schaduw of alter ego. Als ik er niet ben, dan regelt hij dingen. Ik hou ook van die man, maar ja, dat doet er niet zoveel toe. Dat kan niet als geen ander, dat begeleiden. En ik weet zeker ook dat mijn 4 voorgangers dat... Ik weet in ieder geval dat ze het vonden, maar nog steeds vinden. Een van die voorgangers was Lien Vos van Gortel. De eerste burgemeester waar Couperus mee te maken krijgt. Zullen u hier zeer missen? In het oude stadhuis staat een buste. Ik heb de laatste 3 jaar voor haar mogen werken. Een hele krachtige vrouw, vond ik toen al. Ik mocht mijn eerste voorwoordjes en toespraken schrijven. En dierbare herinneringen aan 100 jaar Merwedekanaal. Toen zij zonder blikken of blozen in een hoogwerker klom om 10, 15 meter hoog bij de Rijksmunt een kijkje te nemen over het hele feestterrein daar. Koninginnedag 1999. Jan van Zanen is dan nog wethouder in Utrecht. Koningin Beatrix was de gast. En dat zorgde voor drukte. Beatrix en Klaus genoten. Of deden tenminste alsof, want veel gelegenheid om te luisteren was er niet. We hebben een rijkdom aan Utrechtse oranjeverenigingen. Ja, zo'n 13. En ja, die willen ook allemaal op zo'n moment, op zo'n mooie dag, in het zonnetje gezet worden. Wat een klus. En dat was een hele mooie klus. Op het Domplein hebben we ze toen allemaal verzameld. Dank voor al uw werk. Dat zal de majesteit ongetwijfeld gezegd hebben. De tweede burgemeester waar Couperus mee te maken krijgt, is een zeer markante persoonlijkheid. Dat kan niet. Ja, dat was Opstelten. Die gaf een heleboel reuring toen hij kwam. En ik heb een hele leuke tijd met hem gehad. Vooral bij 50 jaar bevrijding in 1995. Daar mocht ik projectleider van zijn. En we hebben enorm veel plezier gehad toen. En het WK hockey in 98, dat was 3 weken feest in Galgenwaard. En we wonnen ook nog goud en zilver. Goud bij de mannen en zilver bij de vrouwen. En het was een hele trotse burgemeester. Hans Couperus werkte vooral op de achtergrond in de luwte. Met als belangrijkste taak dat een ontmoeting van de burgemeester met burgers of met royalty soepel verloopt. Bij klein en groot, bij nieuw en oud, bij mensen uit wijken, bij mensen van het bedrijfsleven, bij internationale ontmoetingen. Bij hoogwaardigheidsbekleders die Utrecht aandoen, is het wel ontzettend belangrijk dat er iemand is die onopgemerkt ervoor zorgt dat alles gladjes verloopt. Dat de liften doet, dat je fietser staat, dat de band is opgepompt. Het ondankbare is vaak dat het onzichtbaar is, maar ik vind het juist de kracht van een kabinet dat ze onzichtbaar zijn. Mm-hmm. Want zij zijn niet de burgemeester of zij zijn niet de wethouder of de gemeenteraad. Dat zijn wij. Maar zij moeten ervoor zorgen dat alles gladjes verloopt. En dat dus Utrecht, en met name de mensen in Utrecht en verder buiten, het beste te zien krijgen wat Utrecht en de mensen die Utrecht vertegenwoordigen kunnen laten zien. Een schaduw van de burgemeester. Couperus is een bescheiden man, dus hij zal nooit zeggen dat hij dikke maatjes is met oud-burgemeesters. Dat gaat hem te ver, maar hij gaat nog regelmatig met ze om. Goedemiddag. Ja, eigenlijk met iedereen. Mevrouw Vos, daar zijn we vorig jaar in mei geweest, samen met burgemeester van Zanen.
Met Opstelten heb ik op dit moment veel contact, omdat er een boek over hem wordt geschreven. En Aleid Wolfsen, ja, die zie ik bij de evenementen in de stad met regelmaat. En helaas recent afscheid genomen van Annie Brouwer. En dat doet me wel wat. Annie Brouwer, een markant mens. Haar overlijden doet duidelijk pijn. En ja, met haar hebben we ook heel veel prachtige dingen beleefd. Een roerige tijd ook, qua politiek. Leef bij Utrecht kwam in beeld. We hadden ook de aanslag op Pim Fortuyn op 11 september in New York. Theo van Gogh. Dus het waren hele rare, spannende tijden. En tegelijkertijd ook weer de viering van 750 jaar Dom. We hebben de Eurogames hier naar Utrecht gehad. We hadden WK voetbal. Ze heeft echt getrokken aan de stadspromotie. Zij was ook de eerste burgemeester die begon met de lobby van de Tour de France. Samen met Hans Spekman. En bewaar ik hele dierbare herinneringen aan. Een belangrijke taak van het kabinet van de burgemeester is het verzorgen van de koninklijke onderscheidingen, de lintjes. Ik heb jarenlang de adviezen mogen schrijven voor de koninklijke en stedelijke onderscheidingen. En dat is ontzettend leuk om daar een advies over te maken, wat vervolgens door de burgemeester wordt gelezen en getekend. En als dat tot resultaat heeft dat iemand een koninklijke of een stedelijke onderscheiding krijgt, is dat alleen maar leuk. Ja. Wat ik al zei, mensen blij maken. Als je ziet op de dag van de lintjesregen, kort voor Koningsdag, een schouwburg vol trotse en blije mensen. Ja, dan krijg je kippenvel. Een dierenmens en een mensenmens. Wie dat zegt, heeft het over u, meneer Simon. In 2015 ging het fout. Een televisieprogramma vraagt een lintje aan voor een persoon die niet bestaat. Tot ergernis van de burgemeester. Ja. Ja, we waren allemaal een beetje van slag die dag. Het was namelijk niet de dag die je altijd hoopt te hebben. Maar valt het u te verwijten dan? Ja, nee. Als mensen gekke dingen willen doen, dan lukt dat. En dat is gebleken. Kijk, en wat het los van de situatie. En ook, ik vind overigens dat in dat geval het kabinet het weer heel goed heeft gedaan. Want het is ook weer heel charmant opgelost. En goed geregeld. Aleid Wolfsen was de volgende burgemeester waar Couperus de schaduw van werd. Zeker een hele amabele man. Ik heb ook met hem nog veel contact. 6 intensieve jaren met hem beleefd. Vooral die tijd dat hij bedreigd werd. En zo'n 6 beveiligers om zich heen had, was een zware tijd. De eerste gekozen burgemeester van Utrecht. En mijn dierbare herinneringen zijn natuurlijk de hele lobbyperiode rond de Tour. Maar ook alle leuke evenementen die we in de stad hebben gehad rond die tijd. Hans Couperus is een bescheiden man en bovendien heel integer. Echt uit de school klappen zal hij dus nooit. Na vooruit, 1 blooper dan. Ja, daar gaan wel eens dingen mis. Maar dus, weet je, je moet ook dan op zo'n moment improviseren. Ik kan me herinneren het huwelijk van prins Bernhard junior en prinses Annette in de Domkerk. Toen hadden we een prachtige rode loper daar liggen, maar die lag binnen in plaats van buiten. Ja, en dan kom je in actie en dan ga je letterlijk die loper naar buiten trekken. Beetje hetzelfde als een band op pomp, hè? Ja. En dan blijft er nog 1 burgemeester over. De laatste, wiens schaduw de voormalig kabinetschef was. Jan van Zaden. Ja, een geweldig ambassadeur voor deze stad. Ik bedoel, je ziet hem overal. En we hebben heel wat afgesjeest de afgelopen 3 jaar door deze stad. Ik hoop dat hij nog een hele lange tijd blijft. Bescheiden, integer, op de achtergrond. Schaduw van 5 burgemeesters. Tot vandaag.